Dag allemaal, Anne-Claire Mulman hier. Onze website is www.cvowi.eu, Church Without Walls International. En we wonen natuurlijk uiteraard in Nederland. Goed een half uur hiervoor, om 16:30, doe ik hetzelfde onderwerp in het Engels. Als je dat leuk vindt om door te sturen naar anderen die Engels beter kunnen dan Nederlands. Ga eens een kijkje nemen op onze website. Er zijn heel veel artikelen, informatie. Ook als je geïnteresseerd bent in de huiskerk, staat hier ook iets over de komende conferentie die we houden. Ieder jaar in Nederland voor Europese mensen, voor mensen die in Europa wonen, zo moet ik het zeggen. Oké, dus van harte welkom om daar eens te kijken. Ook op YouTube en op Facebook kun je de video's weer vinden. Vandaag wil ik het hebben over hoe leg je de Bijbel uit. En ik weet nu al dat ik dat niet kan redden in deze 10 minuten. Dus de volgende keer ga ik zeker hiermee verder. Hoe leg je de Bijbel uit? En dat is natuurlijk een heel groot onderwerp. En er zijn heel veel dingen die mensen verkeerd uitleggen, wat mij verdriet doet, terwijl er eigenlijk gewoon simpele regeltjes en richtlijnen voor zijn. Paulus zei tegen Timotheus in de tweede brief van Paulus aan Timotheus in vers 15, een tekst die je waarschijnlijk al kent. Hij zegt tegen Timotheus: maak er ernst mee je wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider die zich niet behoeft te schamen, doch recht tevoren trekt bij het brengen van het woord der waarheid. Recht tevoren trekt. De Engelse Bijbel zegt rightly dividing. Dus het woord op de juiste manier verdelen. Dat is eigenlijk ook wat het zegt. Hè? Het Grieks dat zegt dat je een rechte snee moet maken. Dus je moet bepalen wat hoort bij iets. Hè? Wat hoort het bij het oude verbond? Hoort het bij het nieuwe verbond? Tegen wie wordt iets gesproken? Je moet het op de juiste manier kunnen verdelen. Want anders kom je in de problemen. Goed, en ik denk dat alle verkeerde leerstellingen en alle errors, zeg je in het Engels, hoe moet je dat zeggen, verkeerde leringen eigenlijk, elke fouten die mensen kunnen gaan geloven, dat komt voornamelijk doordat het woord op een verkeerde manier wordt uitgelegd. En ook waarheden die er staan in het woord, als je die in het extreme brengt, dat leidt ook tot een verkeerde uitleg van het woord, tot error. Een voorbeeldje daarvan is bijvoorbeeld, waar de Bijbel wel over leert, dat is over genade. In Efeze 2, vers 8 en 9, dat we niet gered zijn door werken, maar door genade. En niet door genade, maar niet door werken. En dat is natuurlijk waar, wat Paulus over leert, wat hij van de Heer ontvangen heeft, dat het genade is, niet door werken. Je hoeft het niet meer te verdienen. Enzovoort. Maar ga je dat in het extreme brengen, dan kom je uit bij wat we een tijd geleden veel over hoorden, de hypergrace movement, waarin men zegt van oké, bestaat niet meer zoiets als zonde en je hoeft geen vergeving te vragen, want alle zonden zijn al vergeven. Hè? Zonde in het verleden, hele zonden die je nog begaat, die zijn al vergeven. Dus waarom zou vergiffenis vragen als het al weggedaan is? Hè? Waarom zou ik, als ik iemand verkeerd behandeld heb, zeggen van het spijt me, sorry. En je ziet er eigenlijk zelf, als ik dat zo zeg, dat het natuurlijk niet klopt, want de Bijbel zegt duidelijk dat we dingen goed moeten maken met elkaar. Elkaar onze zonden, onze overtredingen beleiden enzovoort. Dus dat is een waarheid die er is in het woord, wat genomen wordt in het extreme en dat leidt tot een valse lering, zou je kunnen zeggen. Een ander voorbeeld wat ik even aan moest denken is bijvoorbeeld over voorspoed. Er is heel veel geleerd in het verleden over dat je zou bijna kunnen zeggen, ieder christen moet toch eigenlijk wel rijk zijn. En als je rijk bent en veel hebt, dan is dat toch een teken dat God je goedkeurt, hè? Van zijn stempel van goedkeuring op jouw leven of op jouw bediening. En een waarheid natuurlijk is dat het woord zegt dat we in een verbond hebben met God, hè? Dat hij in al onze behoeften en al onze noden heerlijk zal voorzien. Hij zegt bijvoorbeeld in Marcus van, kijk eens naar de musjes. Hè? Zij worden gevoed en de leliën des velds enzovoort. En dat onze hemelse vader voor ons zorgt. Dat we ons geen zorgen over hoeven te maken hoe we ons moeten kleden of moeten voeden. Dat het niet zo is als de heidenen. Hè? Die zich wel zorgen maken van waar haal ik mijn eten vandaan. Want zij hebben geen verbond met God. Dat is het woord heiden. Zegt dat heiden hier in Marcus. Eventjes kijken hoor. Ik kan ze nou niet vinden. Ja. Ik geloof het wel. Omdat ze geen verbond met God hebben, moet je je daar wel zorgen over maken. Maar wij hoeven ons geen zorgen te maken, want hij zorgt voor ons. Dat wil dus ook niet zeggen, als je in het extreme gaat, dat je dus niet hoeft te werken, want God zorgt wel voor je. Die mensen ken ik ook in het verleden. Dat is ook niet zo. Je moet ook inderdaad werken om in je eigen onderhoud te voorzien, wat Paulus zei. Dus er is een middelweg. En iedere waarheid kun je in het extreme leren. Ja, dan kom je natuurlijk uit, maar hoe breng ik dat woord op de juiste manier? Hè? Hoe maak ik die rechte snee? Iets wat je allereerst moet weten van tot wie spreekt een tekst.
Als je even gaat naar 1 Korintiërs 10, vers 32, daar maakt de Bijbel eigenlijk een verschil tussen drie groepen mensen. 1 Korintiërs 10, vers 32. Daar staat, daar gaat het over eten en drinken enzovoort. En dan zegt Paulus, geef nog aan Joden, nog aan Grieken, nog aan de gemeente Gods aanstoot. Dus hij noemt hier drie groepen Grieken. Joden, dat weten we natuurlijk, die er zijn. Grieken, oftewel de Gentiles, zegt een andere vertaler. Dat zijn mensen zonder God, die niet een verbond met hem hebben. Nog aan de gemeente God. Dus je bent in één van deze drie groepen. Iedereen valt onder één van deze groepen. Of je bent een Jood, of je bent een Gentile, je kent hem hier nog niet. Of je hoort bij de gemeente Gods. En als je, ze zeggen, maar vanuit die Grieken, vanuit die heiden komt en je bekeert je tot God, dan word je geplaatst in de groep van de gemeente van God. En ben je een Jood en kom je tot Christus, dan word je geplaatst in Gods ogen in de gemeente van God. Wil dat dan zeggen dat je geen Jood meer bent? Natuurlijk ben je gewoon een Jood. Paulus was dat ook, maar hij wist dat hij deel was van de gemeente van God. Dat maakt een verschil. Dus je moet weten tot wie spreekt een tekst. Oké, en een andere bijvoorbeeld. Even kijken, wat wou ik nog meer zeggen? Ja, dan gaan we straks even nog verder. Goed, een andere scheidslijn die je moet maken, dat het hele woord van God is voor ons, mag je lezen, maar niet het hele woord van God is aan jou gericht. Niet iedere tekst is aan jou gericht of gaat over jou. Dat heeft dus te maken met deze groep mensen. Bijvoorbeeld de rijke jongeling, je kent dat in Markus 10, hè, die naar de Heer kwam en zei, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En dan zei de Heer van, nou, of dan noemt hij dan zelf, ja, al die teksten, al die dingen heb ik gedaan, eer mijn vader en mijn moeder, en dat heb ik allemaal onder. Dus eigenlijk verwachtte hij een schouderklopje van de Heer van, nou, jij hebt het goed gedaan. Jij komt zeker wel in de hemel straks hoor. Jij zult deel hebben, hè, aan de erfenissen in de Koninkrijk van God. En dan zegt Jezus, nou, als je mij wil volgen, ga heen, verkoop alles wat je hebt. Geef het aan de armen en kom hier en volg mij. En dan staat er, en hij ging heen bedroefd, want hij was rijk, hij had veel bezittingen. En dan zijn er mensen, die ken ik en ik weet niet of die er nog zijn hoor. Maar die zeggen, zie je wel, als je dus een erfenis wil hebben in de hemel, als je Jezus wil volgen, echte volgeling van hem, een discipel van hem wil zijn, dan moet je alles wat je hebt verkopen, je aan de armen geven en dan pas kan je Jezus volgen. Want het staat in het woord en Jezus zei dat. Ja, dat zei hij, maar tegen wie zei hij dat? Dat zei hij tegen de rijke jongeling. Zegt hij dat ergens anders? Wordt het ergens anders in het woord gezegd, hè, dat je dat moet doen? Nee. Als er geen twee of drie getuigenissen zijn, dan gaat dat niet op. Ieder woord wat ook voor ons is, dat moet zeker bevestigd worden door tenminste twee of drie getuigenissen uit het woord. Hij zei dat tegen de rijke jongeling. En waarom zei hij dat tegen hem? Omdat hij die rijke jongeling wilde laten zien dat hij het allerbelangrijkste niet gedaan had om de Heere God lief te hebben boven alles. En dat had hij al verzaakt, want hij hield meer van zijn geld dan dat hij van de Heer hield. Dus daarom ging die rijke jongeling heen en was bedroefd. Oké, dat is dus hoe je iets, een tekst die er staat, kan denken van, hé, maar het staat er toch en Jezus zegt het toch, dus is het ook voor mij, want het is toch Jezus, ja. Maar hij zei het, je mag het lezen, je mag ervan leren, maar het was niet aan jou gericht. Oké, een andere verdeling die we moeten maken is van, is een tekst te vinden in het Oude Testament of in het Nieuwe Testament? En eigenlijk bedoel ik daarmee het Oude Verbond of het Nieuwe Verbond. Want het Nieuwe Verbond begint dus niet bij Matteüs. Het Nieuwe Verbond dat begint pas na de dood en opstanding van Jezus. En we moeten goed begrijpen dat onze Heer daar een beetje tussenin zat. Hij was nog deel van het Oude Verbond en daarom hield hij ook een groot deel van de wetten. Maar tegelijkertijd wilde hij de mensen al wijzen naar het Nieuwe wat ging komen. Dat hij vaak zegt van jullie zeggen van dit en dat, maar ik zeg je. Ja, je zegt van vermoord niet of spreek geen overspel. Maar ik zeg je, als je het in je hart al hebt gedacht, dan heb je al overspel gepleegd. Dus de Heer die wilde langzamerhand laten zien dat het om wat anders gaat. Hè? Dat het niet gaat om de uiterlijke daden, maar dat het gaat om je hart. En dat je van binnen veranderd moet worden. Dus je moet het verschil maken tussen staat een tekst in het Oude Testament of staat het in het Nieuwe Testament. Gaan we eventjes naar 1 Korintiërs even kijken. 10 vers 6. Waar is het Oude Testament dan wel voor bedoeld? Nou, daar kan je ook heel wat over onderwijzen. Maar even deze tekst lezen. 1 Korintiërs 10. Wat zei ik nou ook alweer? Vers 6. Moet ik eventjes terug.
Dat gaat dan over Israël als waarschuwing, staat hierboven. En dan staat er vers 6. Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben. Dus een voorbeeld. En vers 11. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons. En het is opgetekend ter waarschuwing voor ons over wie het einde der eeuwen gekomen is. En als je gelooft dat wij aan het einde van de eeuwen gekomen zijn, dan is dat dus voor ons. Hè? Dus wat de Israëlieten meemaakten, al die verhalen in het Oude Testament, zijn niet om daar je lering vandaan te halen, maar die zijn als een voorbeeld en als een waarschuwing dat we niet dezelfde dingen gaan doen. Dat we niet zullen lusten achter andere goden. Dat we de Heer, de God, lief zullen hebben boven alles. Maar natuurlijk ook goede voorbeelden, zoals een Abraham, die de Heer volgde, dat hij zei, oké, verlaat je land en je maagschap en het huis waar je vandaan komt en dan ga naar het land wat ik je beloofde. En hij deed het. Dat is een geweldig voorbeeld. Hij ging gewoon zonder precies te weten waar hij naartoe moest. Dus er zijn ook goede voorbeelden. Maar het Oude Testament is niet geschreven waar je je lering en je doctrines vandaan haalt. Dat is waar het Nieuwe Testament is. Want de brieven in het Nieuwe Testament die je daar vindt, die zijn geschreven aan de gemeente Gods. En als jij deel bent van de gemeente, dan zijn die brieven van jou, voor jou. Goed, volgende keer dan wil ik met jullie gaan naar wat andere teksten. Ik zal nog even één ding noemen, en voordat ik daarmee eindig. Dat het kruis, eigenlijk het kruis van Jezus, als een filter fungeert. Als je het hebt over het Oude Testament en het Nieuwe Testament, Oude Verbond, Nieuwe Verbond. Als een filter of als een zeef kun je zeggen. Dingen van het Oude Verbond gingen als het ware in die zeef en die komen er of onveranderd uit, dan is het voor ons nu. Of door het kruis komen ze helemaal niet meer terug. Ze blijven achter in die zeef. We zien ze niet meer terug in het Nieuwe Verbond. In het Nieuwe Testament, dan is het niet meer voor ons. Sommige dingen die komen er wel doorheen, maar wat verandert. Zal ik volgende week meer uitleggen, maar om je even iets te vertellen. Bijvoorbeeld wat we zien in het Oude Verbond, het Oude Testament. Wat we ook terugzien op dezelfde manier in het Nieuwe Testament. Dat is bijvoorbeeld de wet van liefde. Heb de Heere God lief, je zult niet moorden, je zult niet je naaste, enzovoort. Al die teksten ken je natuurlijk, dat zien we ook weer terug in het Nieuwe Testament. Wat we bijvoorbeeld niet zien in het Nieuwe Testament, wel in het Oude, dat zijn alle offers. En de sacrifices die ze maakten voor de zonde. Vandaag de dag denken mensen soms dat je weer moet, hoe zeg je dat, een sacrifice voor je zonde moet doen. Dat ze gaan naar de rivier de Ganges om hun zonde kwijt te raken. Of ze denken van nou, zelfs onder christenen, van als ik nou wat extra geef of wat extra de Bijbel lees of zo, dan zal God mij wel vergeven en dan ziet hij het wel door de vingers. Nee. We hoeven geen offers meer te geven voor onze zonde, want Jezus is het ultieme offer. Dus dat zien we niet meer terug in het Nieuwe Testament. Iets anders wat we terugzien, maar verandert, is bijvoorbeeld geven, de tiende. De tiende zien we in het Oude Testament. We zien het niet op die manier terug in het Nieuwe Testament. We zien wel het principe van geven. Dat zien we wel terug, maar niet meer als een wet, maar als een genade in ons hart. Daar zal ik de volgende keer mee verder gaan, want mijn tijd zit erop. Ik hoop dat het tot zover een zegen en een hulp is. Heb je vragen, dan kan je me altijd e-mailen. Tot dan.